Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Jongeneel. Goedendag, luisteraars. Het schriftwoord voor vandaag is Marcus 4, vers 1 en 2. Ik lees het aan u voor. En hij. Jezus begon weer onderwijs te geven bij de zee. En er verzamelde zich een grote schare bij hem, zodat hij in een schip ging zitten op zee. En heel de schare was op het land aan de zee. En hij onderwees hun veel dingen door gelijkenissen, en zei in zijn onderricht tegen hen: Luister. Tot zover het schriftwoord. De scharen Ik mocht het er wel over hebben, een paar weken geleden, bij de bespreking van een paar versen uit het eerste hoofdstuk van Marcus, over het onderwijs van Jezus, dat hij zich stelt in de lange rij van profeten en wijsheidsleraren, rabbies en rabbijnen, en dat het bij hem nu altijd onderwijs, Onderwijs, onderwijs is, onderwijs over God en goddelijke zaken, en onderwijs waarin Gods licht over ons leven valt. Hier zien we het dus weer, en hij begon onderwijs te geven, en hij onderwees hun. Ik ga mijn verhaal van toen niet herhalen, alleen dit nog even. De volgelingen van Jezus worden discipelen genoemd, ofwel leerlingen, leerjongeren van Christus. Bent u er een van? Vandaag richt er aandacht voor een ander woord, het woord scharen. In de herziene Statenvertaling staat menigte, wat mij betreft prima, maar ik heb toch even het woord scharen gebruikt, zoals we dat nog kennen uit de Statenvertaling. Begin november 1933 verscheen er in het kerkblad van Hervormd Amsterdam een artikel onder de titel Kerk en Scharen. Het was overgenomen uit een ander blad. En het artikel werd overgenomen in verband met de hele discussie over een nieuwe kerkorde die toen speelde, die discussie, en die nog jaren spelen zou. En waar men eigenlijk ook nooit, zolang de Nederlandse Hervormde Kerk nog bestaan heeft, uitgekomen is. Een soort Brexit-verhaal is dat geweest. Een hoofdpijndossier, eindeloos, slepend, met veel verhitte moederen en zeer uiteenlopende meningen. Binnen onze gemeente heeft de moeizame totstandkoming van een nieuw beleidsplan er ook wat van weg. Ik lees u wat vooruit uit dat artikel. Er staat dan, zo begint het, in een volkskerk is de schare een even wezenlijk bestanddeel als de gemeente. Met gemeente bedoel ik nu dat deel van de volkskerk dat in een bewuste en actuele verhouding tot de ambten staat. Het zijn de mensen in wie leven een predikant, een oudling of diaken een factor is die meer of minder meetelt. Deze kring is nu in heel veel gevallen klein in vergelijking met wat ik hier de schare noem. De schare is die massa of menigte die in haar geheel wel bij de kerk behoort, maar waarvan de individuen niet tot gemeentelijk leven zijn ontwaakt. Noemt men de schare, dan denkt men aan Jezus. Zij kent de wet niet, staat Johannes 7, vers 49. Maar zij kan het Evangelie leren. In de schare ligt een groot stuk mogelijkheid voor de kerk. En in haar midden heeft de prediking haar loop begonnen. De schare was er eerder dan de gemeente. Bij de kerkhervorming heeft Luther daarom nooit recht tot gemeentevorming durven overgaan. Hij zag de kerk tot op zekere hoogte als een samenvoeging van woord en schare. Dat er een schare achter de gemeente staat. Heeft de kerk meestal als een voordeel, althans als een roeping, opgevat. Het spant haar werkkracht, het scherpt haar verantwoordelijkheidsbesef, het geeft haar kansen. Het heeft haar vaak een gevoel van tekortkoming bezorgd, soms tot wanhoop gestemd, maar ze heeft het bestaan van de schade toch steeds positief gewaardeerd. De pastor was blij. Dat er achter de gezinnen waar hij kwam, anderen waren waar hij kon komen. In de uiterlijke band met de kerk was een aanknopingspunt gegeven, en daarin lag het resultaat van de arbeid van veel eeuwen in onderhuidse vorm nog gebonden. De kerk heeft ook nooit anders gedacht. Of ze zouden schade steeds achter de gemeente behouden. De mogelijkheid van evangelisatie zou altijd blijven. Ze kon verachtzaamd, uitgesteld, afgesteld worden, maar nooit geheel verdwijnen. Er zou altijd een schare in de kerk blijven. Even tot zover, en dan schrijft de schrijver vervolgens over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in zijn dagen 1933. Om dan de vraag te stellen: zal de kerk zich nu van haar fatsoensleden moeten trachten te ontdoen? Zal ze een concentratie moeten volbrengen waarbij de schare wordt buitengesloten? Geen lezer van het Nieuwe Testament zou die vraag bevestigend durven beantwoorden. En dan wijst de schrijver op Matthäus 10, waar volgens hem bij de uitzending van de twaalf apostelen al het gewicht op de scharen valt. En hij pleitte dan voor om de schaar op het oog te houden... en te zoeken naar wegen om die te bereiken... en bij de gemeente te betrekken. Nu, sinds 1933 is bijna 90 jaar verstreken. Veel is er gebeurd, veel is er veranderd, ook in kerk en gemeente. Op veel plaatsen in ons land is de scharen vrijwel verdampt. Ik bedoel daarmee te zeggen... Dat veel mensen vandaag de dag helemaal geen lijntje met de gemeente meer hebben. Het volkskerkachtige van de gemeente is in veel plaatsen verleden tijd. En in veel kerkelijke gemeenten wil men van de papieren leden af. De kaartenbak opschonen heet dat dan. Saneren wordt het zelfs genoemd. Ik hoor zulke stemmen ook hier wel. Maar ik zou graag een uitroepteken plaatsen achter deze woorden uit 1933. En dit dorp, Katwijk aan Zee, en de hervormde gemeente al hier, zijn mij niet in het minst daarom zo lief, omdat hier nog iets van die volkskerk over is, en er zoveel randleden zijn en zoveel papierenleden. Je komt hier vaak nog iets tegen van die vage scharen, waarvan je nooit precies weet wat je er nu aan hebt en hoe die zich nu tot God en geloof en gemeente verhoudt. Maar die soms toch opeens onder het woord is en het evangelie hoort. We zien ook hier in Katwijk dat lijntjes steeds dunner worden. Laten we onze ogen daar niet voor sluiten. De schare dreigt stilaan buiten ons bereik te laten. Zelfs al is men op papier nog lid van de gemeente. Misschien hoeft u nu alleen maar aan uw kinderen of kleinkinderen te denken. Of hoef jij nu alleen maar aan je vrienden of vriendinnen te denken, of denken we nu aan familieleden of buren? Maar toch, er zijn nog veel lijntjes en ze geven nog zoveel kansen om het evangelie te mogen delen. Ik denk aan een ouderling op de Veluwe. Ze wilde daar de kaartenbak ook opschonen en niet betrokken leden bewegen zich te laten uitschrijven. Ho, zei hij. Ho, niet saneren, maar bekeren. Wie weet, verzamelt zich nog eens een grote schare bij het woord van Jezus, als in het Bijbelwoord van vandaag? Wie weet. En uiteindelijk zal het zijn een schare die niemand tellen kan. En wie weet wie je daar allemaal tegenkomt. Zal men daar in die grote schare trouwens ook ons tegenkomen? U wilt natuurlijk de naam van de schrijver van het artikel nog weten. Het was dokter Oepke Noordmans. Op dat moment predikant in het Gelderse Laren. In de gemeente daar niet zo geliefd. Maar in het land gaandeweg uitgegroeid en uitgroeiend tot een befaamd predikant. Hij leefde van 1871 tot 1956. Tot zover voor vandaag. Laten we nu samen bidden. Onze Vader, die in de Hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.